geval onder zoetstof. Ja, dit bedoel ik. Even, anders heb jij aan, we hebben dan maar geen drinken. Dus ze kunnen wel lekker drinken. Ja. Maar het stuifmeel, dat moeten ze zelf voor zorgen. En dat gaan ze ook doen. Ja. Op zich doen ze op zich in de tomatenteelt goed. Ja. Ja. Ja, dus we zitten ongeveer per week. Nou, voor deze tuin wel een doosje of 4-5 per week gaat het wel in. En deze zetten we wekelijks in. Dat heet Atriletus. En volksmond galmug. En dat zijn die galmug. En deze beesten die gaan echt s'nachts op zoek naar de luistoel. Het vrouwtje die gaat op zoek naar het luis s'nachts. Ja. En als ze een aantal gevonden hebben, zetten ze eitjes bij. Ja. De eitjes komen na 2-3 dagen uit. En dat larvie, die gaat aan de gang. Ja. En wat doet dat larvie? Die kruipt naar het luisje toe, die prikt hem aan. Ja. Hij verlamt hem en hij zuigt hem leeg. Dat kunt u hier zien. Ja, dat zag ik inderdaad. Dit zijn echt de galmende larven. Stel je zo. Ik kan hem net goed staan. Maar... Nou, doe je één oogje dicht. Welk oogje doe je dicht? Hier. Kijk. Ja, zit hier zit. Nee, doe mijn ogen ervoor. Kijk, wat zie je. Dus het zijn insecten. Zie je hem? Is dat hoe groot die is? Moet je nou eens kijken hoe klein die is. Lekker! Hey, ik zie hem al. Ja. Ik leg gewoon de eigen producten in de supermarkt in de buurt. We zetten wat galmug uit en een sluipwesp. Deze zetten we ook uit. Dit is dan een larf. De luis wordt aangeprikt door het woord sluipwesp. Of die larf van het beestje gaat ernaast zitten. Die wacht dan tot het eitje uitkomt. De sluipwesp prikt in de luis. Dan legt een eitje in. Dat larfje gaat de luis uitkomen. Einde van de lijst. Ja, ja. En zo, en door hoe meer lijzen ze eten, hoe harder ook de populatie van de goede beestjes. Goede beestjes. Ja, ja. Die gebruiken we dat ze de slechte beestjes opeten. Want de slechte beestjes die zorgen dat de bloem niet mooi wordt. En dat willen we niet. We willen alleen maar mooie bloemen, hè? Normaal vliegen ze natuurlijk in en uit. Ja. Want normaal gesproken, als je een hoekenkast binnenkrijgt, dan zet je hem neer op zijn plaats en dan doe je. Planten we gewoon en die gaan dan zeg maar één plantje is één stengel, dus in meerdere kleuren. We hebben witte, paarse, lichtroze, lichtgele en nog een keer paarse. Leeuwenbek ook meerdere kleuren, dus ook om wat bloeispreiding. Een witte of een paarse bloeien even een paar dagen na elkaar, dus om de drukte te spreiden. Mijn naam is Astrid van de Put. Alpaca's komen oorspronkelijk uit de Andesgebergte uit Zuid-Amerika. Dus Peru, Chili, Bolivia. Daar wonen ze zo'n beetje op 5000 meter hoogte. Die vocht van die alpaca, die zorgt er juist voor dat ze geen kou hebben. Een alpaca heeft een hele schone vacht, tot op hun huid zijn ze helemaal schoon. Elke haar van een alpaca is hol. Daar gaat de lucht in en daar isoleren ze zich dus mee. En daar beschermen ze zich mee voor de warmte, voor de regen en voor de kou. Elke nacht vriest het zo'n beetje min 30 graden. Zomer en winter, elke nacht. Dus dat vachtje, dat moet s'nachts heel veel warmte geven. Maar overdag is het daar bij plus 25. Dus dat vachtje moet een regulerende vacht wezen. Dus s'nachts moet hij warmte geven en overdag verkoelt hij zich. Dat doet die wol dus ook aan ons lichaam. Dus als wij kleding van alpaca dragen, dan zullen wij daar nooit in transpireren. Omdat hij zich reguleert naar je lichaamswarmte. Dus in de winter geeft hij warmte en in de zomer verkoelt hij je. Want dan koelt hij zich terug naar je lichaamstemperatuur. Nou, hier zie je dus diertjes van ongeveer een half jaar oud. Dat zijn ze alle vier. Ongeveer 11 maanden en 10 dagen, maar we zeggen meestal een klein jaar, dan wordt dus de kria geboren. En die bevallen altijd overdag.
Dat is het mooie van een alpaca, je hoeft er nooit voor je bed uit. En dat is toch ideaal, hè? Want wij met die paarden en die schapen, die al landen er elke nacht al gewaakt. Dat hoeft niet. De eerste vijand die een alpaca heeft, dat zijn honden. Luistert u niet? Oh. Maar ze volgen elkaar wel. Gewoon achter elkaar blijven lopen, ze volgen elkaar gewoon. Dat is het liefste wat ze doen. En het makkelijkste, zie je? Want hij blijft... Ja, hij zoekt zijn zusje, dat zie je dat. Ja. Nou, dat zijn we zo, we kunnen ze heel makkelijk houden. Nou, van hun wonden worden natuurlijk prachtige dingen gemaakt. Je kan het spinnen, je kan het filteren. En we worden dus mooie producten gemaakt voor ons eigenaar. Nou, ze worden ongeveer 20 jaar in gevangenschap. Dus bij ons in Nederland is het makkelijk te redden. Ze zijn heel makkelijk halstermak te maken, dat ziet u wel. Je hoeft maar een paar keer per dag te trainen. Je traint ongeveer 3 keer 10 minuutjes. Dus 3 dagen aan een stuk doe je 10 minuten zo'n halstermak. Dus vanaf 1,5 à 2 jaar worden ze gedekt. Het jaar erop krijgen ze één jong. En dan 2 weken na de bevalling worden ze weer al gedekt. Want ze dragen 11 maanden en 10 dagen. Wij zijn altijd een klein jaar. Dus ze zijn eigenlijk altijd zwanger. Ze zijn maar 10 à 12 dagen niet zwanger. En dan zijn ze altijd zwanger. Wat gebeurt er dan in die buik? Ja, laat ik het even zo makkelijk zeggen. Dat kleine jong dus ze bevallen. Dat beza drinkt melk. En dan 10 à 12 dagen worden ze weer gedekt. Dan dat kleine ongeboren kind. Dat blijft tot als dat wat afgespeend worden, dat andere. Dat is een weinig weinig zusje. Dan blijft dat ongeboren kind zo groot als je thuis. En daarna gaat het pas groeien. Dan gaat het groeien in zijn bloed. Ja, de hele tijd het was aan het zweten zijn. Je hebt onderaan een buikje en een paar kiertjes zitten waarbij ze dus zweten. En dat zweet, dat wordt het was. En dat pakken ze dus weer hier zo vast. Voor 1000 eitjes op een dag. Rustig staan, aan de buitenkant. Lekker druk bezig. Ga het huisje naar binnen. En het is altijd 25 graden binnen. Als het winter is, is het 25 graden binnen. Als het zomer is, is het 25 graden. Die bosjes die zijn een beetje groen, hoor. De bij mij komt. Ja, de stuifsneeuw aan de poot. Het lijkt net alsof ze gele klompjes aan hebben. Over de raten heen gejaagd. Daar. Ze maken dus speciale doppen. Dat noemen we zwermdoppen. Maar deze zitten hier heb ik hier. Behalve. Ja. Zwermdoppen zitten meestal onderaan het raam en zijn vrij lang. Worden ook haaks op zulke soort raten. Als de laatste dop gesloten, vertrekt de koningin met de helft van het volk. Dus 50.000 bijen, maar ze nemen ook de helft van je honing mee. Zit daar toevallig 10 kilo in, ben je 5 kilo honing kwijt en 25.000 bijen kwijt. Dus het is wel aangenaam als je de bijen weer terug kan vangen. Ze gaan eerst verzamelen, dat is meestal in de directe omgeving. En in die directe omgeving maken ze één grote bal. Ik zei het net, dat er dan een honingkamer op ging. En dan, oh ja, voorzichtig hoor. Oh, jij bent opeens een zwerm geworden. Dan kom ik zo met mijn mand. Dit is jouw vader. Hoppa! Dan geeft ze zo'n tik. En die hele bijenbal, samengeknipt is, komt hierin. De mand omgedraaid. En hier een opening, zodat de vliegende bijen... er nog bij kunnen. Als de koningin daarin zit, komt de rest erbij. Als de koningin nog buiten vliegt,
trekt dit ook. Ik heb echt een koningin nodig. Voorjaar, dus als we uit de winter komen en het is heel koud. Eerst een mooie dag, dan komen ze echt massaal de kast uit en poepen ze alles onder. En dan als je moeder een wit laken heeft hangen, dan is dat aardig bruin geworden. 25.000 bijen zitten altijd in de kast. Alles wat onder de 3 weken zit, zit in de kast. Alles wat ouder is dan 3 weken, dat is in het veld. Dus je hebt binnendienst en je hebt buitendienst. Ja? Maar in de winter zitten ze hier allemaal hierin. Ja, in de winter zitten ze hier. Maar dat is dan geen 50.000 meer, toch? Er zijn geen 50.000 meer. En jouw vraag was? Ja, dat was de vraag. Want dan zou je, als je alleen die mannetjes weg doet, dan heb je nog zeker. Ja, nee. Sam, je verhaaltje even verder afmaken hoe het in elkaar zit. Want dat is. We komen er gezellig, hè? Dus het volk brengt zijn eigen koningin niet meer. Een koningin wordt in een speciale dop geboren. En hieronder zien jullie doppen. Aan de andere kant zitten er ook nog een paar. Dus het zijn koninginnendoppen. Er zit haaks op het raampje. De laatste dop is gesloten. De koningin gaat vertrekken. En neemt de helft van het volk mee. Dus van 50.000 gaan we naar 25.000. De eerste koningin die hier eigenlijk rijp is om eruit te komen, komt eruit en begint te tuten. En dat hoor je ook. Als je ernaast staat, naast de kast, dan hoor je echt... Koninginnen die er nog in zitten, maar op het punt staan om eruit te willen gaan, gaan kwaken. Dus dan hoor je echt een heel zachtjes kwak. Ja. Dit is geen broodje aanverhaal, hè? Schitterend, zeg. Je hebt weinig vertrouwen, hè? Nee, absoluut niet. Okay. Dat komt wel goed, hè? Ja, goed. Eerste koningin komt eruit. En wat gaat ze dan doen? Ook zij vertrekt. Dus van die 25.000 heb ik er nou nog maar 12,5 over. De volgende koningin komt eruit. En nog maar 2,5 kilo aan. Ja. Iedere keer neemt het de helft mee. Want die honing, dat is voedsel voor de eerste 3 dagen. Want een volk wat zonder koningin zit, maar wel met eitjes heeft, dat voelt zich dus heel erg zielig. En gaat dus alle minuut een reddingsactie ondernemen. In alle darren. Nou, vanaf Voorne Putten, het Westland, Rotterdam, die hebben gewoon in de gaten dat er een jonge koningin onderdrukt is en komen op de afgestorven. Ja, dat is geen, het is echt zo. Het is enorm goed, ze hebben een heel goed reuk. De darren zelf, ja, hun geslacht breekt af na de daad, stort er ter aarde neer. Einde verhaaltje. Maar het zijn alleen de sterkste die dus kunnen paren. De koningin krijgt zoveel zaad in zich dat ze zich kan opslaan, dat ze voor 5 jaar lang aan de leg kan. Want een koningin kan gewoon 5 jaar oud worden. En dat is geen broodje aan. Okay. Het is maar eens 1 keer. Het is 1 keer voor de hele leven. De jonge koningin komt terug, dan gaan ze honing halen. Of tenminste nectar. We zetten hier meestal een raam. De tussenruimte is zo dik genoeg dat de koningin niet naar boven kan. Dus die koningin die blijft dan lekker onderin. En de honingbijen kunnen wel door die tralies heen. Die brengen de honing zo hoog mogelijk, zo veilig mogelijk. Wordt netjes opgeslagen. Deze raam. En hier zit dan de uitgebouwde kant. Nou, al die celletjes die worden volgestopt. Met honing. En daar zijn echt een paar honderd bijen bezig voor 1 potje honing. Honing wordt erin gedaan, of de nectar. Maar dan is het nog geen honing. Honing is namelijk ingedikte nectarsap. Om het eruit te halen, met een kam, alle dekseltjes van de honing afhalen. Dat is voor ons ook een teken van
die honing is goed. Anders zou het niet verzegeld zijn, dan zou het nog open zijn. Want de bijen verdampen het zelf. Koud geslagen honing, hè? Honing is altijd koud geslagen. Altijd. 2 van 3, die kan je lepeltje, de kerensteen moet weg. Geen streft, dus die zitten bij de hoekkant. Het is al duizenden jaren bekend, hè? Alleen we vergeten het tegen. Denk we zijn gewend om naar de winkel te lopen. Terwijl er gewoon alle huistuin- en keukenwieltjes zijn.